Lucas van Alphen. Je bent dit seizoen niet de enige met de ziekte van Vijver. Annette Gerritsen en Jan Blokhuizen hebben dat ook gehad. Het is een beetje de rode draad die door dit seizoen loopt eigenlijk. Wat is dat dan precies, de ziekte van Vijver? Ja, het is best wel moeilijk uit te leggen. Ja, het is een vermoeidheidsziekte. En je kan het lichtjes hebben of heel erg dat je lever helemaal aangetast wordt en weet ik het allemaal wat. Nou, zo erg had ik het gelukkig niet. Maar wel zodanig dat als ik een beetje intensief werk deed, dat ik daar gewoon echt bijna een week gewoon van moest herstellen of langer. En ik ben ook heel vatbaar geweest voor griep en keelontsteking en dat soort dingen. Wanneer wist jij dat jij de ziekte van Vijver had? Nou, op den duur was ik 3 weken echt grieperig en keelontsteking ook. En toen dacht ik van, het duurt wel een beetje lang en het is maar raar en ik ben de hele tijd moe. Toen heb ik dus bloed laten prikken en daar kwam het eigenlijk uitrollen. Had jij in eerste instantie ook de gedachte van, omdat je moe was, dat het gewoon van het trainen kwam? Nou, ik dacht gewoon dat ik even wat minder fit was, gewoon griepje had of zo. Dat was het meer. En het bleek dus even iets anders te zijn. Is dat misschien kenmerkend als sporter, dat je minder snel als sporter doorhebt, dat je de ziekte van Vijver hebt, dan als niet-sporter? Ja, dat zou best wel kunnen, want je bent natuurlijk regelmatig vermoeid, omdat je natuurlijk heel vaak hard traint, 2 keer op een dag. En dan hoort vermoeidheid er meestal gewoon bij. Alleen op het moment dat je dan minder, op den duur gewoon niet meer goed herstelt of helemaal niet meer, dan moet je wel even aan de bel trekken en kijken wat er aan de hand is. Wat merk jij als je de ziekte van Vijver hebt tijdens wedstrijden? Je bent sowieso even trager, tenminste dat had ik. Dus op de NK Sprint konden we dat wel zien en was ik bijna niet van die lijn af te branden. En vooral de laatste paar rondjes elke keer, dan komt het toch op je conditie aan. En die raakt toch een beetje aangetast in de loop van de tijd. Als je wat langer ermee doorrijdt, dan wordt je conditioneel gewoon wat minder. Wat is het grootste gevaar van de ziekte van Vijver? Ja, als je dus niet je rust gaat nemen op de deur en of te vroeg weer begint, dan kan het wel steeds langer gaan duren. Ik kan beter 3 weken te laat beginnen weer met trainen dan 1 dag te vroeg, want dan blijf je gewoon nog heel lang last van hebben. Jij bent helemaal hersteld? Het gaat best wel heel goed en elke dag voel ik me sowieso weer fit. Ik ben niet meer zo moe als eerst. Maar ik merk wel dat ik de trainingen weer rustig moet oppakken en niet meteen te gek ga doen.